Dag mijn meisje. Hallo. Was jij gaan poetsen? Hé, was jij gaan poetsen? Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag dinsdag, het is middag, het is net 3 uur geweest. Ja, ik zit even in een bakje koffie en ik zou eigenlijk vandaag die kersttakkentroep leeg gaan halen, maar mijn lichaam die wil niet zo echt, nee. Dus we laten het vandaag lekker achterwege. We zien wel. Het hangt me niet op mijn rug in ieder geval, dus ik hoef het niet mee te dragen, nee. Dat, ik had al wel wat uit die plant hier naast me gehaald, waar ik wel de verlichting in laat hangen, maar er hing nog wat vliebertjes in, een kerstslingetje en een paar dingetjes, dus dat heb ik er gisteravond nog uitgehaald. Om eigenlijk vandaag verder te gaan, maar ja, helaas, als het lichaam zegt van nee, dan moet je daar naar luisteren. Meneertje Woefwaf is buiten, mijn prinsesje zit achter de bank op de vensterbank. Ja, nou, die dame die zit dus daar, de rode rakker weet ik eigenlijk niet. Ook niet onder de tafel, nee. Dan zal die ook wel buiten wezen, ja. Is het bij jullie ook zo koud? Ja, en raar weer, dan weer regen, dan weer eventjes, ja, een beetje alsof de zon er doorheen wil. Maar dat lukt er niet. Arme zonnetje. Die hebben we zo hard nodig, ja. Maar komt vanzelf alweer goed. En anders maar niet. Ja, we merken wel wat er komen gaat. Ik heb gisteravond een hele gezellige avond gehad. Ja. Ik heb nog visite gekregen gisteravond laat. Ja, hoe later op de avond is, de schoner is het volk, hè, zeggen ze. Ja, dat ja, was heel gezellig, vind ik zelf. En dat vond hij, die man, zelf ook. Ja, dat het was een man. Gewoon een maatje, hartstikke lief. En we hebben het een gezellige avond even nog gehad. Even lekker aan de koffie gezeten, even zitten te kletsen. En ja, dat hebben we het nog over internet gehad, of computers, et cetera. Nou ja, hij heeft ook heel veel verstand. Ook weer zo'n ICT'er iemand, dus ja. Komt allemaal wel goed. Meer verstand dan ik. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, maak er een gezellige, fijne middag van. Ga ik ook proberen. Ah, daar is de rode rakker. Ja, die wil naar binnen. Nou, dan zullen we die zo meteen naar binnen gaan laten. Maar ik ga eerst afsluiten, want ik krijg al aan mijn arm. Ja, dat is weer niet zo prettig. Ik zou zeggen, maak er een fijne dag van verder. Wat er nog van over is. Geniet van elk moment. Geniet van elkaar als je samen bent. Ik ben met mijn diertjes. Dus ik geniet van mijn diertjes. En ik ga eventjes naar YouTube toe. En ik ga eventjes naar Facebook toe. Daar heb ik ook nog het een en ander te doen. Dus ja, komt goed. Ik zou zeggen, dag lieve vrienden. Ja, lieve vrienden, het is 2 uur. Ik ga eindelijk eens een keer tijd naar bed kijken of ik slapen kan. Mijn hondje ligt op de bank en die gaat ook mee naar boven. Hè? Meneertje, ga je ook mee naar boven? Ga je mee naar boven? Ja, hè? Ja. Dan zeg ik al een welterusten. Slaap lekker, met mooie dromen en godzegen. Doei allemaal, tot straks, tot later. Het is vandaag woensdag. Ja, midden in de nacht. Dus, tot straks. Zo. Net ruzie de katten. Zij en die meneer. Nou, dat gaat niet gebeuren. Nou, een hele goede morgen maar weer, hè, voor de tweede keer. Ja, ja.
Ik ben even lekker met koffie bezig. Ik ga zo meteen even een broodje klaarmaken. Ik ben eigenlijk al een tijdje wakker, maar ja, gosh, het lag nog even lekker. Dus het loopt nou tegen 10 uur. Ik vind het mooi hoor, voor mijn doen. Ja, dat straks ook trouwens in bezoek. Dat we zullen even zien. En het zonnetje schijnt weer even. Ja, ik ga eventjes zien hoe... Ja, nou, zomaar even. Dan heb ik er geen last van. Hij schijnt precies... Door de tuin naar binnen en het schittert nou. En dan kun je zien dat je ramen lekker smerig zijn. Ik moet een ramenwasser hebben. Ja. Want de huishoudelijke hulp mag het tegenwoordig buitenom niet meer doen. Wel binnen, maar niet buiten. Ja, zijn ze niet meer voor verzekerd. Het hoort toch bij de huishouding, vind ik. Maar wie ben ik? Zelf kan ik het ook haast niet meer doen. Het is maar net hoe mijn lichaam is. En ja, dan achter ken ik het wel, maar voor kan ik het niet. En ik heb voor toch ook het keukenraam en van de voordeur. Maar dat lukt niet. En ik heb al een keer gebeld naar een ruitenraamlapper, hoe noem je die lui. En die zou de week erop komen. Nou, wanneer is dat geweest? Moet niet liegen. Nou ja, zeg maar ergens in september vorig jaar. Die zou de week erop komen. Nou, hij moet nog komen. Ken je dat? He, afspraken maken, maar niet nakomen. Daar heb ik zo een bloedje hekel aan. Er was er ook nog eentje hier dichtbij in de buurt. Komen. Ho maar. Wat doe je daaraan? Ja, ik weet het niet. Hebben jullie ideeën? Meld je dan. Ja. Ik zou zeggen een fijne dag en ik zie jullie later op deze dag. Toedeledoki. Ja, ik ben de keuken aan het schoon poetsen. Dat ziet er niet uit. Ik heb de soep aan het vet. Heb ik in oude lege koffiepotten gedaan. Dat kan dat in die koffiepotten van de... Ja, maak ik lekker reclame, maar ik word er niet voor betaald. Hè? Dat... Daar zit nou oude vieze koffie in. En er wil er één naar buiten. Nou, je wilt niet weten, het is hartstikke slecht weer. Dus we zullen eens diegene even naar buiten gooien. Nou, moet je niet weglopen. Kom. Kom dan. Hallo. Doei, ga de kamer in. Ja, hij wil eruit, niet ik. Dat, ja, ik ben daar druk mee bezig. Even lekker aan het schoonpoetsen en doen. Moet ook gedaan worden. En de vaatwasser die draait al. Ik ga even tussendoor ook koffie maken. En dan kun je wel zeggen van waarom doe je het met spiertjes? Nou, dan wordt mijn kookplaat ook weer blingend schoon. Ik hoop dat jullie mij zo kunnen zien. Ja. Dan, de vuilnisbak moet nog gedaan worden. Dan moet eerst deze kant even leeg hebben. En dan zetten we dat daar even neer. Jullie even een beetje zo. Hoppada. Nou, hier ook. We wouden er eentje in een bierglas hebben, hè? Maar mijn ding is er niet bij. Nee. Waarom? Ik weet het niet. Ja, dat, hij is van mijn mannetje geweest, maar ik heb er niks mee. Dus hij wou me hebben, maar meenemen doet hij het niet. Raar. En ik weet niet of jullie dit kunnen. Dat is een fles. Daar zat goldwasser in. Dat is een likeurtje. En die krijg je dan wanneer je gaat trouwen. Nou, dat wordt dit jaar, 25 september, 10 jaar geleden, dat ik hem dus, dat wij hem dus hebben gekregen met ons huwelijk. Ja. Dat, maar ja, hoe ik weer aan dat spul kan komen, dat is trouwens overheerlijk. Ja. Dus, ja, die fles gaat dus niet weg, hè. Never. Nooit. Nee.
Dus, maar ik ben even lekker bezig poetsen en aan het doen. En dan gaat hup, daar een beetje spiertjes op, hier een beetje spiertjes op, hier hebben we wat spiertjes op. En dan pak ik een schuursponsje, maar niet een normale, nee, met blauw. Daar krijg je geen krassen van. Ja, die is nat, die moet ik niet hebben, ik moet een droge hebben. Nou ja, we zien wel wat er gebeurt. 1, 2, nou, die kan ik ook gebruiken. Nou, dan is het eventjes lekker. Eventjes lekker. Hup. Tegeltjes. En de achterkant. Zo. Hup. Nou, nu is deze kant soort al weer schoon. En dan pakken we een droge, zachte doek. En dan wrijven we nog eventjes lekker na. En dan is deze kant schoon. En dan is de kookplaat aan de beurt. Kijk, en dat kan je dus allemaal zitten doen. En als je dan de huishoudelijke hulp overlaat, nou ja, dan krijg je strepen, het wordt niet mooi. Nou, dan kan je het nog alsnog een keer doen. Nou, je bent niet om werk verlegen, dus ja, doe je zelf maar. Ik heb het wel eens een keer laten doen hoor. Dan hakt de kracht er gewoon niet voor, maar ja, dus dat is dan zo erg voor je kookplaat. Je wilt het blinkend schoon hebben. En wat gebeurt? Maar het wordt niet blinkend schoon. Nee. Net als met je ramen. In principe wil je het liefst hetzelfde doen. Maar je krijgt allemaal strepen. Ja, daar heb ik een hekel aan. Ik moet het streeploos hebben. Ze doen het gewoon wanneer de zon erop schijnt. Nou, dat doe je niet. Want de zon die maakt juist strepen. Als je gaat ramen lappen. Nou, dan is dat ook schoon. Moet je nou eens kieken, hè? Moest nou eens kieken. Is dat niet mooi? Toppie, hè? Nou, dat is dus nog smerig. Hè? Ja, kijk maar wat een troep er nog ligt. Maar, komt goed, hoor. Ja, ja, we gaan even lekker door. Ze zeggen, lieve vrienden... Tot later. Zo erg momenteel hier. Het is vreselijk. Nou, jullie horen het denk ik wel te kletteren. Het gaat me toch voor een stuiver tekeer. Echt winterse buien. Het begon zo uit het niets in ene. Nou, ik schrok me eventjes toch wel naar erop. Ik denk, wat is dit dan? Zit je even voor je pc? Dan zie je dit. Ja, ja. Godje dikkie doosje, toch katoe. Want het heeft toch wel weer gelijk wat, hè? Een witte wereld. Enkel, ja, het is hagel en geen sneeuw. Nee. Klinkklare hagel. Maar wel even goed. Mooi. Nou, we beginnen weer. Jongen, nog een toe. En het hondje schrok ook, die keek ook helemaal op, hè. En het is donker. Moet gelijk licht aan, zoals jullie wel zien. Hé, mannetje? Je schrok een kerel. Gosje, Dickie.
Ja, zo is het in Nederland, hè? Ja, lieve diertjes. Sorry. Ja, lieve vrienden. Het is vandaag donderdag. Eigenlijk behoort straks mijn huishoudelijke hulp te komen. Maar we hebben voor het eerst, sinds dat ik me kan heugen, een weeralert gekregen voor Noord-Holland Noord. Ja, we moeten allemaal binnen blijven. Ik heb daar een screenshot van genomen van dat bericht. En dat zet ik over deze vlog heen. Ja, dat bar en boos, het stormt echt als een raket. Gelukkig staat de boel in de tuin nog allemaal rechtop. Maar het zal wel die windstoten wezen wat zo gevaarlijk is. En ik heb al mijn huishoudelijke hulp aan de telefoon gehad. Dus ze zegt, nou, ze zegt, het is inderdaad heel erg. Ze zegt, want ik heb ook voor het eerst iets meegemaakt, zei ze. Ze was bijna de sloot ingewaaid. Even geduld, ik krijg telefoon. Ja, hallo? Hi, Corine. Hoi, schat. Hoi. Nou, we hebben al een mail gehad ook. Ik mag inderdaad niet komen werken. Oké. Dus, nu is de bedoeling, tenminste de bedoeling, wil je net dan dat ik morgen eventueel kom? Als het weer rustig is, ja, dan wel. Dan kun je komen. Maar niet als het nog zo is, het schat. Nee, maar als het rustig is, morgen wordt het waarschijnlijk weer een stukje rustiger. Maar ik moet een nieuwe planning maken, zeg maar, omdat ik wel de uren op moet schrijven. Ja. Dus dan ga ik even bekijken, want ik heb morgen nog wel een cliënt. Ja. Van 10 tot 12:30, geloof ik. Dus dan zal het 's middags worden dat ik bij je kom. Ja, nou, dat is toch niet erg. En ten tweede, dan maak jij het ook mee. Want er komen er nog twee, hè? Oh ja. Ja? Oké. Nice. Nice. Ja, die komen om 3:00, dus ja. Oké. Ja, nou, we gaan meemaken. Ja, daarop. Oké, schat, hoe voorzichtig. Ja, komt goed. En dan hoor je mij morgen nog even hoe laat het wordt. Is goed, schat. Oké. Doei. Nou, dat was dus mijn huishoudelijke hulp. En die mag niet. Nee, die heeft dus een mail gekregen. Ze moet binnen blijven. Dus ja, doe je eraan. We moeten binnen blijven. Ja, het is erg. Het is triest. Ja, en toch, ja. Als je het zo ziet, dan denk je van, het valt toch mee, een beetje regen. Ja, oké, dat is het enige wat je ziet. Maar ik hoor de storm. Boven is het nog erger, want ik ben er vanochtend wakker door geworden. Ik ben wel blijven liggen, want ik had hoofdpijn. Dat is nou gezakt, gelukkig. Maar we lagen allemaal nog zo lekker heerlijk nog op bed. Het hondje lag nog lekker naast me. De katten lagen om me heen. Dus ja, wat wil je? Dan blijf je toch leggen. Ja, niemand die je nodig hebt op dat moment. Niemand die eruit wil qua dieren. Ze lagen allemaal lekker te slapen. Dus ja, lekker. Dus ik blijf lekker leggen. Even medicijn ingenomen. Dat, ja. Maar het is zo erg. Echt waar. Maar lieve mensen, als het bij jullie ook zo erg is als hier, en het zal wel, want het zou door het hele land, blijf alert, blijf binnen. Als je niet naar buiten hoeft, ga je niet. Ik moet daar nog steeds boodschappen doen. Mijn pleegzusje, zeker mijn vriendin, die komt morgen ook weer eten. Ze wilt spruiten eten. Ik heb geen spruiten in huis. Nou, dan bekijkt ze het maar dan geen spruiten. Dan eten we wel wat anders hoor. Ik bedoel, de wereld is wat dat er gaat niet razend. Ik heb ook andere groenten in huis, dus dan eten we dat wel toch? Ja. Ik zit even met mijn hondje in mijn maag. Die moet ook eten hebben. Die heeft nog maar 1 maaltje ongeveer, plus minus.
Maar ja, ik hoop dat het weer vanmiddag een beetje beter gaat worden. Dat de storm wat meer gaat leggen. Want het zou tussen 10 en 2 het ergste zijn. Dus ik hoop dat het wat gaat liggen. Dus duimen allemaal omhoog. Ja, dat het weer beter wordt. Maar dat jullie deze vlog ook leuk gaan vinden. Ja. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan eventjes. Ja, zou ik wel op prijs stellen. En mijn diertjes ook. Ja. Dat ik zeg, lieve vrienden. Ga ervoor. Wees verstandig. En blijf binnen als je er niet uit hoeft. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei.